Goedenavond, dames en heren. Een mensenrechtenorganisatie in Argentinië heeft de aartsbisschop van La Plata beschuldigd van medeplichtigheid aan marteling en vrijheidsberoving. De aartsbisschop, Monseigneur Plaza, zou in 1976 en 77 illegale concentratiekampen hebben bezocht waar politieke gevangenen werden gemarteld en vermoord. Advocaten van de mensenrechtenorganisatie hebben een aanklacht tegen hem ingediend. Het is voor het eerst dat in Argentinië om strafrechtelijke vervolging van een bisschop is gevraagd. De afgelopen weken zijn in diverse publicaties ook tegen andere bisschoppen ernstige beschuldigingen geuit. Bewoners en omwonenden van de sterk verontreinigde Zellingwijk in Goudenrak willen meer garanties van het provinciebestuur. Dat bleek vanavond tijdens een bewonersbijeenkomst in het dorpshuis van Goudenrak. Gedeputeerde Hekkelman van Milieuzaken kondigde daar vanavond de maatregelen aan die genomen zullen worden in de gifwijk van Goudenrak. Zo zullen van de 96 woningen er zeker 34 gesloopt moeten worden. Vervolgens zal de komende 2 jaar de grond onder de wijk geheel worden afgegraven. Kosten van de hele operatie 110 miljoen. Bij de bewoners van de wijk en bij de mensen die daar in de omgeving wonen bestaat veel onzekerheid over het aantal te slopen woningen. Het is namelijk niet uitgesloten dat nog eens 40 woningen zullen moeten worden afgebroken. Ook waren er vragen over de verontreinigingen buiten de wijk. Ik ben een beetje gieten voor je microfoon, maar ik wilde wat vragen over de Dorpsstraat. Van het verbaast me ontzettend dat in die betoog helemaal niks komt voor de mensen van de Dorpsstraat. Van, ik had met dat gif van, ik dacht nou dat is wel een eentje ver van mijn bed, maar vorig jaar werd ontdekt dat het in Toulouse zat. Toen zat het in de achterweg, nu zit het in mijn achtertuin tot aan mijn huis. Van de zomer is een stopmonsteronderzoek gedaan en toen is een zeer hoge concentratie gif op mijn huis gevonden. Ik vraag me af, van, hebben de mensen aan de Dorpsstraat geen gezondheid? Wordt daar niet aan gedacht? Wij moeten daar blijven wonen tot u eens een keer uitgezocht heeft of het echt geen kwaad kan. Dacht u echt dat dat gif wel naar boven ging en niet opzij eruit? Nou, ik snap er geen lor van al dat gif, maar ik begrijp wel dat dat niet zo is. Op alle vragen om meer zekerheid kwam het antwoord van achter de tafel dat er eerst nog meer onderzoek moet plaatsvinden en dat spijkerharde garanties op dit ogenblik nog niet gegeven kunnen worden. De irritatie tussen de regeringspartijen, CDA en VVD, over de bezuinigingen duurt voort. CDA-fractieleider De Vries noemde het vanavond onvoorstelbaar dat de VVD-fractie, morgen in de Tweede Kamer, tegen een voorgestelde bezuiniging zal stemmen van ruim 100 miljoen op de sociale werkplaatsen. Met dat tegenstemmen had eerder vandaag de VVD gedreigd. In Den Haag nu Gerard van der Wulp. Vooral bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer is er onvrede, irritatie ontstaan over het optreden van coalitiegenoten in de CDA-fractie. Het gaat daarbij onder meer over het mislukte coalitieoverleg over de medianota, maar vooral ook om de bezuinigingsplannen op de sociale werkplaatsen. De VVD-fractie wil nu een bezuiniging van ruim 100 miljoen op die sociale werkplaatsen blokkeren, terwijl men het in wezen best met die bezuiniging eens is. Maar de VVD is boos omdat het CDA van die bezuiniging 10 miljoen gulden wil afsnoepen om daarmee de zwaar gehandicapten te ontzien. Een reactie daarop nu van CDA-fractievoorzitter Bert De Vries. Als wij afspraken maken met de VVD of afspraken maken met het kabinet, dan zijn wij gewend om ons daaraan te houden en dat doen we ook. Maar dat het CDA eigen opvattingen heeft, eigen opvattingen waardoor wij ons wel eens onderscheiden van de VVD en dat er toevallig de laatste week wat blijkt, dat is wel waar, ja. Maar bijvoorbeeld bij de sociale werkplaatsen, de bezuinigingen daarop, gaat het zover dat de VVD, die eigenlijk die bezuinigingen wil, morgen gaat tegenstemmen en zegt, laat die hele bezuiniging dan maar zitten. Ja, ik heb dat ook gehoord, maar dat heeft mij geweldig verbaasd. Ik kan me dat ook niet goed voorstellen. Het gaat hier om een bezuiniging van meer dan 100 miljoen. En wat in discussie is, is een kleine post van 10 miljoen voor 1984. Nou, wanneer dat niet door zou gaan, dan zou het toch eigenlijk van de gekken zijn als de VVD daarop zo zou reageren dat ze een bezuiniging van meer dan 100 miljoen volstrekt onderuit zou schieten. Ik kan dat ook niet geloven. Ik geloof niet dat het waar is. Een rechtbank in Parijs heeft 4 Armeniërs van het geheime Armeense leger veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf elk. De Armeniërs bezetten in september 1981 de Turkse ambassade in Parijs. Een veiligheidsman werd daarbij gedood, een diplomaat ernstig gewond. De rechtbank in Parijs werd zwaar bewaakt tijdens het proces. In het afgelopen weekende waren er ongeregeldheden toen Armeniërs een illegale demonstratie hielden als steunbetuiging aan de 4 die moesten terechtstaan. 200 mensen werden daarbij gearresteerd.
De vier veroordeelden bezetten de Turkse ambassade in 1981 als onderdeel van een vergeldingsactie. Hun geheime leger zegt dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog 1,5 miljoen Armeniërs in Turkije zijn vermoord. Tijdens de bezetting van de ambassade werden 54 mensen in gijzeling gehouden en ook daarvoor stonden de vier vandaag terecht. Het nieuwsoverzicht nu. De stichting Video Veilig heeft een beroep gedaan op de Tweede Kamer om het illegaal kopiëren van videobanden zwaarder te bestraffen. In een halve pagina grote advertentie roepen de Bioscoopbond, de NOS en de producenten de Kamer op tot actie tegen het illegaal kopiëren. Het VVD-Kamerlid Triepels heeft vandaag in de Kamer gezegd voor strengere straffen te zijn bij het opsporen van de illegale banden. Legale banden zijn volgens de stichting Video Veilig wel duurder, maar ook beter van kwaliteit en er worden auteursrechten voor betaald. Zuid-Afrika zegt dat het begonnen is met een troepenscheiding in Angola. Waaruit die troepenscheiding bestaat, zei premier Botha niet. Volgens hem is de maatregel een eerste stap op weg naar een wapenstilstand met de Namibische bevrijdingsbeweging SWAPO. Zuid-Afrika heeft de afgelopen weken een grootscheepse actie ondernomen die volgens haar gericht was tegen de basis van de SWAPO in Angola. Ongeveer 500.000 mensen hebben in de grootste Filipijnse stad Manila betoogd tegen het bewind van president Marcos en voor de vermoorde oppositieleider Aquino. Wat vrijdag door een man of 300 was begonnen als een soort herdenkingsmarathon voor Aquino, is vandaag onverwacht massaal geëindigd. De jongere broer van Aquino ging voorop in de stoet. De oppositie ziet deze dag als een dag van overwinning. Koningin Beatrix is vandaag 46 jaar geworden. Zij vierde haar verjaardag in huiselijke kring in haar paleis in Den Haag. Koninginnedag wordt zoals gebruikelijk gevierd op 30 april in Den Haag, is dan de viering met het koninklijk gezin erbij. Tot slot, van het KNMI de weersverwachting geldig tot morgenavond. Eerst opklaringen, vooral in de nanacht en vroege ochtend enkele buien. In de middag en avond van het westen uit regen. Vannacht minimumtemperatuur rond het vriespunt, middagtemperatuur circa 6 graden. Matige, morgen aan de kust en boven het IJsselmeer tot krachtig toenemende zuidwestelijke wind. En dan nog de weersvooruitzichten van donderdag tot en met zondag. Veel bewolking en nu en dan regen en een middagtemperatuur van ongeveer 5 graden. Einde van dit journaal. Dames en heren, goedenacht.